Dutch Kennel Club, Mr. Gerard Yipping. Please welcome Mr. Yipping, and he will welcome the best veterans. En dan krijgen we zo dadelijk de veteranen in deze ring. En zij zijn minimum 8 jaar oud. All these veterans are over 8 years of age. And today they have won Best of Breed Veteran, but also an important title of Amsterdam Veteran Winner. Het is zo'n tiental jaren geleden, dames en heren, dat men ook de veteranenklasse in het leven heeft geroepen. En u ziet wat daarvan komt. Een heleboel honden boven de 8 jaar die deze ring betreden. En laat ons eerlijk zijn, sommigen zijn nog in een prachtconditie. It's lovely to see so many veterans in the ring. Isn't it amazing that so many people keep them in such a lovely condition, even though they are, let's say, so old? It's great. Vele van hen hebben ongetwijfeld kampioenstitels. Daar twijfel ik echt niet aan. Maar ja, ze zijn er toegekomen om nu in de veteranenklas in te schrijven. We have told you before, but just to remind you that these veterans represent 4 FCI groups that have been shown today. That's 2, 3, 5, and 9. De selectie. And we have the selection. It's the Bull Mastiff, the American Akita, the standard white poodle. Shar Pei, a Jack Russell Terrier. Scottish Spitz, the Swedish Valhund, and there is the Papillon. Ik kan ze niet allemaal perfect zien, dames en heren, maar ik denk een Bull Mastiff, een American Akita, de standaard poedel wit, de Shar Pei, de Jack Russell Terrier, de Vestgoten Spitz, de Papillon en de Chinese Crested Powder Puff. En helemaal achteraan de Powder Puff. Anders gezegd, de Chinese naakthond, maar dan met haar. A Bull Mastiff veteran. And now a member of Group 5, the American Akita. Zeer populairos. De Amerikaanse Akita. Gecreëerd door de Amerikaanse militairen in Japan.
the standard poodle. This is the largest size of the four allowed size varieties in the poodle. And this one is white in color out of the six recognized colors in the breed. Voilà, le grand caniche blanc. Very interesting and specific breed coming from China. This is the Shar Pei. Zo'n 20, 25 tal jaar geleden uit China geïmporteerd naar het Westen, de Shar Pei. From group 3, this is the Jack Russell Terrier. Uit Wales, the Jack Russell Terrier. Still full of terrier temperament. And it is the Västgöta Spets. Uit Zweden. Västgöta Spets, a member of Group 5, the breed is originating in Sweden. And the Papillon, the breed very specific with its ears. The description to the standard says the ears are never big enough. Dit is het vlinderhondje, of algemeen bekend als de papillon. En natuurlijk, hij lijkt een vlindertje. Als je hem voor in front ziet, dan zie je die oortjes die steken als de vleugels van een vlinder. And a Chinese crested dog. The specific feature of this one is the higher body temperature, and they are really good for warming up the bed. This one comes in the so-called powder puff variety. Deze variëteit van de Chinese crested of de Chinese naakthond noemen wij de powder puff. Dus het is een van die naakthonden die ook exemplaren levert met haar. Selectie van 3 nu graag. Be happy. We need to say goodbye to 5 of them, as we are only keeping 3. Selected is the American Akita, the Jack Russell, and the Papillon. En natuurlijk nemen we afscheid. Proficiat aan de andere veteranen. En we hopen en we wensen dat ze ook volgend jaar hier terug zijn. In de selectie, American Akita, Jack Russell en de Papillon. Mr. Yipping, who is number 3.
and that is the Papillon. The third best veteran is the Papillon. And again, as in this, in some of the previous competitions, we have a very small one and a very big one in the ring waiting for the final placing. Mr. Judge, Mr. Yiping, who is the winner? The best veteran is the Jack Russell Terrier. The runner-up, the second place, the American Akita. En de drie in volgorde. Op nummer 3 de Papillon. Op nummer 2 de Amerikaanse Akita. En op nummer 1 de Jack Russell Terrier.